Yo Roots, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. Ik ben hier in mijn gebrekkige pimp armor, die slecht is ingekleurd in mijn base, die dus nog maar half gerepareerd is en zo. Of ja, hij is goed genoeg gerepareerd. En vandaag gaan we een beetje de nieuwe dingen ontdekken van de laatste grote update, zeg maar. En dat is de Gallimimus? De Gallimimus? Even kijken. Het is een Gallimimus. Gallimimus. En je hebt ook een soort van riot armor. Die ga ik denk ik een andere keer proberen, want ik zit toch in de snow en ik heb er niet zoveel aan om het alleen even te showcasen. En we hebben de... Even kijken. Weapons, melee. De electric prod. En ik ben benieuwd hoe dit ding werkt. En zoals je ziet heb ik nog niet genoeg resources hiervoor. Dus ik denk dat we dat eerst even gaan verzamelen. En ook voor het zadel natuurlijk. En dan gaan we de Gallimimus. Gaan we zoeken? Ja. Oh, sorry. Dus ja. Let's go. Even kijken, want dat heb ik nodig. Dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk. Weapons, melee. Electronics en polymeer. Polymeer kan ik uit penguins. En electronics, die kan ik maken. Pearls. Oké, ik moest er maar een paar volgens mij. Ik klik maar gewoon. Oké, zoveel als ik kan. Ik hoop dat het genoeg is, anders moet ik toch echt even naar de bodem van de oceaan. Aangezien ik mijn pearls kwijt ben door een of andere douchebag van de laatste episode. Ja. We hebben genoeg electronics. Eentje. We hebben één electronic over dadelijk. Oké, mooi. Ik pak even legit. Appa. Kijk, ik heb een nieuw kwetsel. Kleurplaat. Fucking lelijk. Jee. En we gaan eens even kijken. Volgens mij moesten we 100 zoveel hebben. Die is denk ik wat te doen. Oh man, ik moet ze alleen niet het water inslaan. Waarom vliegen ze allemaal zo ver weg als ik ze sla? Dat slaat nergens op. Ik eens even kijken hoeveel polymeer we hebben. We hebben 10, 20, 30, 40, 50, 60... 70, 75. Oké, we hebben toch wel iets meer nodig nog. Dat betekent dat ik eigenlijk gewoon op zoek ga naar penguins. Want ik heb het hier een beetje verkloot. Oké, ik vermoed dat ik alles al heb nu. Dus we gaan terug naar base. Oh nee, wacht. Ik moest nog fiber. We gaan beide terug naar base. Want we gaan eerst fiber halen natuurlijk. Volgens mij heb ik echt maar één handje te pakken. En dan heb ik voldoende voor het zadel van de Gallimimus. Dus het gaat wel goed. Laten we maar even kijken. Want dan neem ik het zadel meteen mee. Ik weet ook niet waar ik hem ga temmen, eerlijk gezegd. In principe kan ik het zadel dan ook later maken, mocht ik hem gewoon in mijn base stemmen. Want ik heb laatst een beetje meegekeken met een team. En je kan hem dus blijkbaar gewoon met een kwetsel oppakken. Maar ze zijn zo fucking snel, hè. Nou, fiber hebben we genoeg. Terug naar legit. Appa. Hé, hey, man. Hé, hey, daar vliegt een vogel. Er zijn zoveel echt verdwaalde archies. Dat wil je niet weten. We gaan weer terug naar Edmin Eiland. Waar we lekker kunnen chillen in de sneeuw. Want het is koud in de sneeuw. Daarom is het chill. Snap je? Want chillen is koud. Yeah. Ah, weet je wat ik lang niet meer heb gedaan? Ik heb al... Oh, alles moest zich inladen. Jezus. Ik heb al lang niet meer Bob een klap verkocht. Hey man. Doei man. Oké, nee. Was gezellig. Leuk om weer wat quality time met je te hebben gespendeerd. Polymeer, 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 polymeer. Dank je, bitch. Oké. Weapons. Melee. Electric... Oh, ik moet hem wel aanzetten. Electric prod. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik heb hem gemaakt. The fuck is dit? Oké, dit ziet er cool uit. Ik doe even de fiber hierin. Oké, saddles. Gallimimus. Oké, we hebben de Gallimimus saddle en we hebben dit ding. Alleen, je moet hem rechargen nadat je één keer shockt. Maar ik ben... Kan ik het op mijn eigen dino's doen? Ik ben best wel benieuwd. Oké, we doen het op slecht weerwolf. Ah, oh, wat is kapot? En... Oh, shit. Heb ik je nou... Hoeveel... Wat? Hoe? Oh, cool. Ik moet hem alleen... ik kan hem zeg maar repareren met angler gel. Ah, kijk. Hij heeft nog genoeg angler gel zelfs. Oké. Nou, kunnen we hem repareren. I guess. Repareer. Waarom kan ik hem... Oh, je kan hem alleen repareren bij een fabricator. Oké, fuck it. Laten we nog maar even repareren. En dan op zoek gaan naar de Gallimimus. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel torpel dit dus echt geeft. Ik zou het misschien kunnen proberen op de Gallimimus. Maar ik wil hem niet... Dode pronkelijk, zeg maar, als ik erin vind. Oké, ik heb een stroomstok weer klaar. Laten we op zoek gaan naar Gallimimus. Wacht, mijn kooi is alleen, zeg maar, niet heel. Heel. Nou, zoals jullie kunnen zien, ben ik voor de makkelijke houten oplossing gegaan. Het werkt, dus ja, het zal wel. Maar oké, laten we gaan. Op zoek gaan zelfs. Naar de Gallimimus. De keer dat ik hem zag, was die, zeg maar, vader 2 zelfs. Ook nog eens van hoog level. Ik neig altijd om het, zeg maar, met mijn vinger op mijn beeld gehaald te wijzen. Was daar, op die plek zag ik ze. Maar daar hebben jullie natuurlijk gewoon geen fuck aan. Ze zijn niet echt zeldzaam. Ik heb ondertussen trouwens ook al meer kangaroes gezien. Prosoptodons. Weer tijd, zou ik zeggen. Oké, Roots, we zijn zo ongeveer op de plek. En de Gallimimus, die zien er ongeveer uit als een soort van parasaur. Die heeft gesonjabakkerd. En hij is iets langer. Hij is niet echt groot of zo, maar er kunnen 3 personen op zitten blijkbaar. Maar ja, het is gewoon een slank, snel, kutbeest. Daar komt het op neer. Dus als jullie een slank, snel...
kutbeest zien, geef dan vooral een gil. Volgens mij ziet iemand mij. Galamimus, Galamimus. Galamimus. Ik heb eerlijk gezegd niet veel goeds gehoord over deze dino's qua... ja, eigenlijk gewoon dingen. Volgens mij heeft hij weinig weight. Maar dat moet dus echt met 3 man op kunnen. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Alleen ze zijn wel fucking snel. Dat is natuurlijk mooi. Maar het is ook lastig. Want je moet ze temmen. Je moet ze neerschieten. Oh, Galamimus, wat ben je? Oké, hij was dus overduidelijk niet op die ene spot. Dus we gaan nu even verder kijken. Ik vlieg richting dat hele grote eiland in het midden van de map. Want daar heb ik ze ook wel eens gezien. Al. En ik hoop dat ze daar nou ook gewoon meteen zitten. Niet dat ik eigenlijk weer eerder allemaal alfa's tegenkom. Voordat ik eindelijk zo'n kudding zie, weet je wel. Maar het zal wel meevallen, denk ik. In principe zouden ze hier ook gewoon rond kunnen lopen. Want ze spannen ze wat overal. Oké. Zijn ze ongeveer op de plek, der plekken? Oh, daar loopt er al een. 2 zelfs. Oh mijn god, oké. Ik weet niet of die nou doodgaan door die bronto's natuurlijk. Ik ga even... Oh, daar lopen er veel meer, joh. Oké, we gaan even zo vliegen. Even kijken. Level 15. Oh, daar loopt die. Oh, level 95, dat wordt hem. Dat wordt hem, jongens. Kom hier. Oh, die lag. Heb ik hem? Nailed it. We hebben hem. Maar ja, kijk. Dit is de legendarische Galamimus. Hij heeft een kuthoofd. Hoe de fuck moet hij er 3 personen oppassen? Dat wordt wel heel erg comfortabel als je dat wat ik bedoel. Oh, damn. Als er dan 2 vrouwen bij zijn, dan ga ik wel in de midden zitten. Maar oké, terwijl ik nog even terugvlieg. Er zijn ook nog andere dingen met updates komen. Zoals ik zei, je hebt zo'n soort van riot arm. Het ziet er best wel vet uit. Dat is denk ik echt gewoon puur gemaakt voor raids. Zodat je beter tegen bullets kan en zo. En je hebt een greenhouse. Dat is gewoon een kas voor planten, weet je wel. En dat geeft een bepaald greenhouse effect op je crops. Of op je plantturrets of wat dan ook. Ik weet niet zeker wat dat doet. Maar ik neem aan dat het gewoon de crops versnelt of verbetert. Misschien dat het minder water of fertilizer nodig heeft. Oké, we zijn er. Nou moet ik het dus niet verkloten. Want deze dingen zijn teringsnel. Heb ik... Wat? Huh? Oké, waar is de Galamimus? Ik ben hem kwijt. Oh, mijn god. Ik had het bijna verkloot. Hij stond vast op het dak. En nou moet ik hem in één keer goed gooien. Zo, bam. En dat was dus in één keer niet goed gegooid. Fucking hell. Oké, poging nummer... ik weet niet, ik ben het al kwijt. Oké, vliegen eroverheen. Terwijl we vliegen doen we dit. Badabing. Bada volledig ernaast. Man, dit is echt lastig. Komt-ie dan? Hè? Komt-ie... Are you fucking kidding me? Kom op. Ja. Nee, wat? Kom op. Ik ben hier normaal gesproken vet goed in. Ik neig nou echt om die stroomstok te gebruiken. Zal ik het gewoon doen? Enfin, ik doe het gewoon. Ik ga het gewoon doen. Oké, dat was dus overduidelijk niet voldoende. Waar is hij naartoe? Ik ben hem kwijt. Of staat hij hier? Ah, hij staat hier gewoon vast. Oké, nou, misschien heb ik geluk. Nee. Die gaat nergens naartoe. Je blijft hier mooi staan. Ik schiet je lekker in je oogjes. Oh, unconscious. Nailed it. Oh, damn. Die stokt hij dus wel echt veel damage. Jezus. Oké, Rich, ik ga deze nou even temmen en dan zie ik jullie straks weer. Oké, ik weet dat ik zei dat ik jullie straks verzag natuurlijk, maar... hij wordt op zich redelijk snel wakker. Dus ik raad je aan om narcotics mee te nemen, eigenlijk genoeg. Het is gelukkig niet zo snel als die Dimitrodon, maar hey, weet je, het gaat snel. Weet je, nu we toch bezig zijn met dingen temmen die fucking snel zijn. Mijn Zapdos is gedood in die raid. Mijn lieve Zapdos. Dus ik vroeg me af, misschien kan ik in de tussentijd wel even een Ptera-ei uitbroeden. Wat ik nog heb, als het goed is. Oké, ze is bijna getemd. Ik denk dat hij nog 1 hapje moet. Oh, ik had laatst trouwens weer die leuke glitch hier met die... met dat platform. Ik heb het opgenomen, dus ik zet het er wel gewoon tussen. Oh. Ze gingen weer opstaan, zeg maar, op het platform dat er dus niet was. En toen was ik weer in het midden van de map. Dat was best wel lachen. Er staat er dus nog 1 van een behoorlijk level. Dus ik neem die gewoon mee. Ik had geen eieren meer, jammer genoeg. Dus het is allemaal op deze manier. Waar is hij nou? Oh. Hij is alleen helemaal aan het trippen. Het is zo lastig om Petras op follow te hebben. Hans heeft deze ook gewoon Petrazilla genoemd. Omdat dit zeg maar zo'n ding was dat hij helemaal door heeft gebroed. En daar zijn allemaal dolfijnen een weet ik van wat aan het knuffelen. Een pinguïn of zo. What the fuck? Oké, dus geen Petra egg, jammer genoeg. Maar ja, we hebben wel Petrazilla. Dat wordt gewoon de nieuwe Zapdos. Waar is hij nou weer naartoe? Petrazilla, blijf staan. Dit wordt gewoon de nieuwe Zapdos. Ik mag hem vast wel hebben van Hans. Want Hans heeft mijn Petra's gebruikt voor breeden. Dus, nu is het Zapdos. Ik moet alleen nog even een keer oververven, maar mijn verf is er nu dus ook op. Dus, eens even kijken. De Galamimus, die is ook getemd. Nice. Nailed it. Oké, we gaan even dat zadeltje erop gooien. Ja. Holy shit, dat zadel. Oké, daar zit vast natuurlijk. Oké, we zitten op de Galamimus. Hij is langzaam. Waarom? Heeft hij... Oh, hij is overburdened. Hoe weinig weight heeft deze? Nou, weet je, dit is niet echt super snel of zo. Ik bedoel... Het is snel, zeg maar. Met 3 personen kan het best handig zijn, maar het is niet mega snel. Maar hey, we hebben de Galamimus. Hey, de Galamimus is, ja, lelijk en
een beetje snel. Nou, daar zijn we dan weer. Ik kan misschien nog even snel even mijn stroomstok repareren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet echt wat het nut ervan is. Maar oké, we gebruiken hem gewoon omdat het kan. Ik denk dat het leuker is tegen mensen, zeg maar. In plaats of misschien is het ook wel gewoon bedoeld voor mensen. En ik zie nu pas ook gewoon dat hier mijn rekstrofie weg is. Beetje jammer. Maar oké, Roots, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Binnenkort gaan we natuurlijk ook de broodmoeder weer. Of gaan we gewoon de broodmoeder doen. De broodmoeder. Want het einde komt er natuurlijk een beetje aan. Ik bedoel niet het einde van de hele arc, maar gewoon van dit hele spektakel. En ik heb deze artifacts al zo lang dat het nu onderhand wel een keer tijd wordt, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, het zou fijn zijn als jullie deze keer 500 likes achter kunnen laten op deze Gallimimus video. En als je nog niet gesubscribed hebt, doe het dan natuurlijk ook. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn Rudy shit. Yeah. Maar nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie jezelf vermaakt hebben. In später.